Inmiddels zijn we aanbeland aan de Lek. En waar kunnen we dan anders zijn dan in Culemborg? Culemborg doet ook al jaren mee aan het Corso. Voor het derde jaar dit jaar een jeugdwagen. En bij ons hebben we de ontwerpster van deze jeugdwagen. En dat is onze eigen Marloes. Hey Marloes. Hallo. Hi. Er zijn er heel wat aan het werk, meid. Ja, ja, we zijn allemaal aan het plakken. Het zijn er soms nog meer, maar het is nu vakantietijd. Dus over een paar weken dan staan er nog meer te plakken, denk ik. Ik zei zojuist tegen je, je bent al een aardig eindje op weg. Toen zeg je, ja, dat is ook wel nodig, maar je houdt tijd over, denk ik, hè? Nou, dat hopen we natuurlijk, maar dat is wel iets waar we naar streven. En ja, we proberen zoveel mogelijk al af te maken. Ja. Dus ja. Je bent voor dit jaar voor het eerst ontwerpster. De vorige ontwerpster, ja, die is met zwangerschapsverlof gegaan. Bevallen inmiddels. En dan moet jij het overnemen. En hoe kom je dan, Marloes, op de gedachte van zo'n ontwerp? Want mag ik ook even vertellen wat het behelst? Ja, het ontwerp is zijn de waggelende obers. Het zijn een pinguïn en een krokodil. Ze gaan echt waggelen. En ze hebben grote ronde wielen waar flapvoeten aan zitten. Ja, daar zitten van die kappers aan. Dus ja, dan die gaan echt mee. Steeds om. Hè? Ja, van dat ouderwetse speelgoed naar dat idee. Ja. Want ik wou met mijn idee zoveel mogelijk dingen combineren wat ik in juryrapporten had gelezen. Dat extra puntjes voor gaan. Ja, dus en ik hoorde altijd van Culemborg en de wielen en zo, dat het altijd wel aanspraak. Ja, ja, en dus, dat heb je nu in dit ontwerp ook weer. Ja. En dan zie ik voor het eerst, want dat heb ik nog nergens gezien, een jeugdwagen met techniek erin. Ja, ja, er zitten verschillende soorten techniek in. De diembladen die kunnen kantelen. Dus voor het schrik-effect, dan lijkt net of de diemlet om gaat kantelen. Maar dan op het laatste moment blijft hij toch nog... Dat komt omdat hij waggelt natuurlijk. Ja, daarom. En er zit een soort van powerpack in gebouwd. En daardoor kan hij zelf rijden en hebben we geen trekker nodig. En hij waggelt heen en weer. Dus, ik denk dat het een fantastisch gezicht is als je dat ding ziet bewegen. Hij valt gewoon op omdat hij beweegt. Ja. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Ja, dat er echt iets naar je toe komt. Ja. Ontwerp heel kleurrijk ook. Ja. De krokodil wat groen. En dan die pinguïn. Ja, die hebben niet zoveel kleuren. Nee, normaal zwart-wit. Maar daar gaan we wat veel blauwe en paarse kleuren in verwerken. Dat het mooi in elkaar overloopt. Dat lijkt me wel heel mooi. Ja. Lijkt me ook wel moeilijk. Ja, nou... Van zwart naar paarsachtig te gaan. Ja, ik denk dat het wel heel mooi wordt. Maar dat je weet al hoe het moet. Ja, ik heb al in gedachten. Dat dacht ik al. Ja, tevreden over de medewerkers die tot nog toe komen. Zeer tevreden. Na de vakantie zullen er nog wel een paar meer gaan komen. Ja, dat gaan we wel vanuit. Ja. En anders voor de jeugd van Culemborg, als ze willen plakken of eens komen kijken, zijn hier van harte welkom bij jou, denk ik. Ja, altijd. Ja. Dan wens ik jou heel veel succes straks op het parcours. Ja. En we hopen dat jullie na afloop niet waggelend naar huis zullen moeten. Nee. Maar dat komt wel goed, denk ik. Ja, dankjewel. Naast de jeugdwagen van Culemborg wordt er natuurlijk weer traditioneel de grote wagen gebouwd. En bij ons de secretaris van de vereniging. Achter mij zie je al wat gebeuren, maar Jan die kan precies vertellen wat het allemaal behelst. Jan, secretaris van de vereniging. Nou, en dan ben je hier ook nog aan het bouwen. Dubbel functie. Ja, het is echt een dubbele functie. Je bent eigenlijk het hele jaar ben je gewoon met een leuke hobby bezig. Het is hard werken. We zijn dus eerst begonnen met het lassen. En als je al het laswerk zo af hebt en het in papier begint te komen, dan denk je van eindelijk begint het een beetje de vorm te krijgen die je straks nodig hebt voor de corso. Ja. Bij de presentatie in de Agnietenhof in Tiel hebben we het ontwerp allemaal kunnen aanschouwen. Een luchtschip, voortbewogen door paarden die vleugels hebben, Pegasus paarden. Ja. En hier achter ons, daar staan ze. En het zijn echt formidabele paarden geworden, Jan. Hè? Wel zonder hoofden op het ogenblik. Maar de hoofden die staan dus nu in het papier. En die moeten nog geschilderd worden en ingetekend worden.
En maar het is, als het geheel gewoon op elkaar zit, dan is het wel een plaatje, ja. Ja. Dat luchtschip ook, jullie zijn al een keer naar buiten geweest om te kijken of alles een beetje redelijk paste. Toen was het schip was nog niet klaar, dat is inmiddels zover dat het beplakt kan gaan worden. Dus in totaliteit ziet er alles ja, in verhouding heel goed uit, denk ik. Ja, we zijn goed op schema, volgens Pieter ook. Die maakt zich geen zorgen dat we niet klaar, het niet klaar krijgen. Maar ik denk toch dat het zaadwerk wat allemaal nog gedaan moet worden, dat er nog best een hele vrachtarbeid is. Dat denk ik ook. Maar nu kunnen we al wat zien van die noeste arbeid. En dat heeft dan voornamelijk betrekking op de schilden die jullie al nou, allemaal klaar hebben. De schilden zijn allemaal klaar. De spieren zijn klaar. Die staan ergens ook hier. Ergens verdekt achter. Opgesteld. Ja. Gevaarlijk spul. Want ja... Ja, je zou je kunnen verwonden. Nou, nee, het is... maar dat is ook inderdaad allemaal klaar. Wat wou ik zeggen? Nou, ja, maar maak allemaal niet uit, we komen er zo wel op. Die paarden, die staan allemaal boven dat luchtschip gesitueerd ja. Straks. Dat hangt daaronder. Ja. En daar komen ook nog slaven in, hè? Je moet je voorstellen, dit zetten we zo in zijn geheel. Hè, zetten we hier bovenop deze paal. En dan zitten we op 5,80 meter hoog, hè, met, als de vleugels er ook op zitten. Dan moet het afgespannen worden, hè, want anders heb je de kans dat het te veel gaat wiebelen. En we moeten dan ook nog neptouwen hebben, hè, want die paarden moeten eigenlijk het luchtschip dragen. Dus dan moet ook nog een verbinding met het luchtschip, met het luchtschip zijn. En als dat er allemaal op zit, ja, dan is het echt een luchtschip. Ja. En... Ja. Er komen ook nog mensen in dat luchtschip? In dat luchtschip, daar komen slaven. Die mogen wel een beetje, ja, of met een kaal hoofd zijn, of een beetje mager. Mogen ook wel een beetje vies zijn. Er komt voorin komt natuurlijk een krijger die het bestuurt. En achterin zetten we een trommelaar neer die op een soort aanbeeld de maat slaat waarop de slaven moeten roeien. Ja. En dat is niet roeien met water, maar roeien met lucht. Ja. En dus het zijn geen roeispanen die dwars gaan, maar het zijn roeispanen die vlak blijven. Ja. Nou, hebben jullie ook een speciale manier ontwikkeld om die wind een beetje in het ontwerp te krijgen? Ja. Ik zag daar zojuist iets van, was je aan bezig. Dat is Tempex, waar jullie ijzerdraadjes over spannen. Ja. En dat met plakband vastzetten. En dan kun je het buigen, ja. Ja. En dan daar wordt het nog een keertje in papier gezet. En dan blijven ze gewoon echt, echt in die vorm zitten, ja. Ja. Oh, dat is geen probleem. Maar ja, het is een beetje veel werk. Dat hoort erbij, ja. Ja. Uiteindelijk wordt het toch weer iets unieks, denk ik, Jan. Hè? Dat hopen we wel, ja. Ja. Nou, kijk, we hebben natuurlijk een naam hoog te houden. Hè, ja, je hebt jaren in de wielensector gezeten, zal ik maar zeggen. Ja. En nu zit je in de luchtsector. We zitten nu echt in de lucht, ja. En het geen grote draaiende dingen. Nee. Goed, ja, even kijken over de medewerking. Ja, je bent gewoon al heel ver. Er is nog een week of vijf te gaan. Ja. Het gaat snel natuurlijk, maar... Uiteindelijk komt het op tijd klaar weer. Hè? Ja, het is wel zo, gewoon mensen komen niet allemaal terug van vakantie. Hè, dus het zal gewoon overdag... Zagen er net alleen terugkomen? Het zal echt overdag ook wat drukker worden. En zo tegen de laatste weken, hè, als alle mensen moeten ook gaan voorlijmen en voorplakken. Dan zal het toch, zullen we met een man of 60, 70 hier binnen zijn, bezig zijn. Zijn er toch enorm veel? Hè? Wij hebben er best veel. Ik weet, mijn vrouw die maakt de maaltijd op de laatste avond. En vorig jaar waren dat 120 maaltijden, geloof ik. Dus, Heeft ze even wat te doen? Ja, ik leg allemaal een Chineesje. Nou, lekker toch? Ja, nou goed, we wachten het allemaal af hoe het eruit gaat zien. Voorlopig gaat alles van een leien dakje, om het maar eens zo te zeggen. Dat mag je wel zeggen, ja. Ja. We hebben geen tegenslag in ieder geval. Dus we blijven dat zo houden en we zien jullie straks terug op het parcours, Jan. Ja. Dankjewel. Ja, graag gedaan.